Ik heb 2 voltijdstudies gedaan, dus als ik nu nog een keer zou moeten kiezen, dan zou ik natuurlijk lekker voor deeltijd gaan, een beetje studeren en werken tussendoor en geld verdienen. Ja, dat doe ik nu, maar daarnaast is het ook wel hard werken. Voltijd, deeltijd, duaal. Opleidingen zijn op verschillende manieren te volgen. Wat houdt het precies in? Wat is het verschil? Ja, bij voltijd ga je 4 à 5 dagen in de week naar school en voer je praktijkopdrachten uit en loop je ook stage. Bij deeltijd ga je 1 dag in de week naar school en vaak heb je dan relevant werk nodig. En de overige dagen werk je dan in een bepaald domein dat gerelateerd is aan de opleiding. En bij duaal ga je de eerste 2 jaar in voltijd naar school en de laatste 2 jaar kom je terug met een baan. Dus dan ga je 1 dag in de week naar school en de overige dagen werk je dan. Oké, nou, en dan hebben we ook nog met verschillende termen te maken. Ik zag associate degree, bachelor. Kun je me daar iets meer over vertellen wat het verschil is? Ja, bij associate degree, dat zijn onze 2-jarige opleidingen, ook wel AD genoemd. En de bachelor, dat zijn bij ons de 4-jarige opleidingen. Na de 2-jarige associate degree kan je eventueel nog doorstromen naar de verwante bachelorprogramma. En wat soms ook handig is om te weten, is dat je met een bachelor soms ook door kan stromen naar een master. En dan nog even terug naar het stukje deeltijd. Waarom zou je daar eigenlijk voor kiezen? Nou, deeltijd zijn mensen die vaak wat ouder zijn of al een baan hebben. Mm-hmm. En daar past de vorm deeltijd wat beter bij, omdat ze dan naast hun 1 dag studie dan nog wel kunnen blijven werken. Is het dan ook belangrijk dat ze een baan hebben die aansluit op de opleiding? Of kan ik ook gewoon een willekeurige baan daarbij hebben? Nee, het moet echt altijd een baan zijn die aansluit bij de opleiding. Hè. Okay. Om een voorbeeld te noemen, als je social work gaat doen, dan volg je naast de 1 dag les, heb je dan relevant werk. En dat moet dan bijvoorbeeld 16 uur zijn in het brede sociale domein. Nou, genoeg mogelijkheden zoals je hoort. Check vooral even de link in onze beschrijving naar de website om te checken welke mogelijkheden er zijn voor de opleiding die bij jou past.